Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een full face met één make-up merk. Ik ga vandaag make-up van het merk Messauda proberen. Messauda is een nieuw Italiaans merk die te koop is bij Douglas. Ik sta op hun PR-lijst. Ze hebben me nou al twee PR-pakketjes gestuurd. Het eerste pakketje was van hun kerstcollectie. Daarvan heb ik ook al een aantal producten. Ik heb ze allemaal gebruikt trouwens. Ik heb die hele collectie gebruikt op mijn Instagram. En nou had ik weer een pakketje van hun gekregen met best wel veel producten. En ik dacht, laat me er gewoon een hele YouTube video over maken, want ik denk dat jullie ook wel benieuwd zijn naar dit merk, aangezien het nieuw is. De producten die ik al heb gebruikt van het merk ben ik heel enthousiast over. Er zat letterlijk helemaal niks bij wat ik slecht vond. Dus ik ben heel enthousiast en benieuwd naar al deze nieuwe producten. Ik heb dus alles gehad in PR, behalve de foundation. De foundation heb ik zelf online besteld, want ik wilde gewoon genoeg make-up hebben voor de hele video. En ik had genoeg, maar ik dacht, weet je wat, ik knalde nog gewoon ook de foundation bij. Dus die heb ik gewoon zelf online besteld. Het is niet een heel duur merk, maar het is ook niet een heel goedkoop merk. Het zit een beetje in de middencategorie, dus dat is ook helemaal top. En ja, ik ben gewoon heel enthousiast om dit allemaal vandaag te gebruiken. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Vandaag ga ik beginnen met mijn oogmake-up. En dit paletje, jongens, dit is het Rock Romance Palette. Toen ik dit paletje zag, ik dacht echt, dit is echt een prachtig paletje. Dit is de verpakking. En dan is dit het paletje. Helemaal zo spiegelachtig. Het is ook echt een spiegel. Je kunt je er gewoon echt heel goed in zien. Dus dat vind ik wel apart. En mensen, als ik dit paletje openmaak, kijk even dit. Kijk even hoe mooi deze kleuren zijn. Je krijgt ook een grote spiegel. Ik dacht echt, wauw. Je hebt matte en glanzende kleuren. En het zijn ook best wel heftige kleuren. Maar je hebt er ook echt wel een aantal neutrale kleuren bij zitten. Je kunt hier best wel veel kanten mee op. Het is best wel een feestelijk paletje door de wat heftigere kleurtjes. Maar je hebt ook heel veel neutrale kleurtjes hier allemaal. Dus je kunt hier ook leuke everyday looks mee maken. Toen ik de verpakking zag van dit paletje, ik had niet deze inhoud verwacht. Ik had een beetje een slechtere inhoud verwacht of zo. Dus ik was best wel in shock toen ik dit zag. Ik had echt iets van, wow, dit moet ik echt gaan gebruiken. Vooral deze kleur hier, Beatbox. Dat is een beetje zo'n chrome kleurtje. Dus ik kan niet wachten om te gaan spelen met dit paletje. Ik ga hier weer een leuke look mee maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Ik ga eerst mijn ogen primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik ga beginnen met deze lichte matte kleur, die heet Lyric. En met die kleur ga ik mijn hele oogschaduw primer zetten. Dan ga ik in met deze bruine matte kleur, die heet Soul. Dit is echt de perfecte transitiekleur. Dan pak ik een hele grote fluffy kwast van Boozy Shop UP21. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcaarbo. Er is wel heel veel pigment. Net in die lichte witte kleur was ook echt veel pigment. En nou hier ook weer, dus dat is top. Het is niet een heel betaalbaar paletje, dus ik verwacht wel gewoon dat de kwaliteit echt goed gaat zijn. Deze spiegel hierin is ook echt super fijn. I love it. Er zijn zoveel kleuren in dit paletje die me aanspreken. Zoals die blauwe spreekt me aan. Paars, deze kleur. Maar dat zijn allemaal kleuren die niet allemaal geschikt zijn om allemaal te gebruiken voor één ooglook. Dus ik ga hier zeker ook nog een andere ooglook meemaken op mijn Instagram. Zodat ik de overige kleuren ook nog kan gebruiken. Voor nu ga ik denk ik in met paars. Deze paarse matte kleur, die heet Idol. Die kleur breng ik aan met deze platte fluffy kwast. Sueva 227. Dit is dus een fluffy kwast. Maar zoals je kunt zien is hij een beetje plat. Dus dat is altijd heel fijn. Want dan druk ik het zo hierin in de hoek. En dan kan ik het ook gelijk uitblenden in de arcaarbo. Wow, wat een pigment, jongens. Wauw, deze pigmentatie en het blendt echt makkelijk. Ik heb echt niet veel tijd hoeven te besteden aan blending. Ik ben echt zo enthousiast, gewoon nu al. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast van net. Ik heb er verder niks meer mee opgepakt. En dan blend ik een beetje zo extra bij de randen. Paars is ook echt altijd een van de moeilijkste kleuren om te blenden. Dus dat die kleur zo goed blendt en zo makkelijk blendt, dat is echt fantastisch. Ik ga heel even snel een halve cut crease maken met concealer. Daarvoor gebruik ik mijn e.l.f. Cosmetics concealer en mijn NYX Cosmetics kwast nummer 14. Oeh, dan ga ik nou in met de glanzende kleurtjes. Ik hoop echt dat ze heftig gaan glanzen. Als deze glanzende kleuren ook goed gaan zijn, dan is dit paletje gewoon echt top. Ik ga beginnen met deze wat lichtere glanzende kleur, die heet Metal. Deze glanzende kleur lijkt ook het meest heftige te zijn van allemaal. Ik weet niet of het een andere formule is of zo, maar zo oogt het wel. Maar er staat verder niet op het paletje dat het een andere formule is. Maar hij oogt gewoon in ieder geval wat heftiger. Ik maak ook mijn kwasten nat met fixing spray om ze nog heftiger te maken. Die kleur breng ik aan vooral in het begin. Oh mijn god, kijk even wat een mooie kleur. Ik wil het hier zo in het begin een beetje licht houden. Vandaar dat ik hier deze kleur aanbreng. Daarnaast ga ik deze groene kleur aanbrengen. Wauw, kijk hoe mooi.
Oké, ik heb heel even snel dit paletje online opgezocht. Want ik merkte toch wel echt dat deze glans echt anders was. En er staat ook inderdaad, er zijn drie verschillende texturen. Je hebt mat, je hebt glanzend en je hebt duochroom. Dus dat zijn dus de drie verschillende texturen die hierin zitten. Want deze voelde echt heel anders aan dan deze groene. Wel allebei prachtig. Dan pak ik weer een beetje van die paarse kleur. En dan ga ik die hier in de hoek inblenden met de groene kleur. Nou, ik heb helaas deze prachtige kleur hier niet kunnen gebruiken. Beatbox heet die. Maar die ga ik zeker nog gebruiken in een andere look. Want ik ga dit paletje zeker nog gebruiken. Echt fantastisch. I love it. Echt een aparte look, maar wel een draagbare look vind ik. Ik vind dit een leuke, kleurrijke, draagbare look. Dan heb ik hier ook de Messauda Eyes on Fleek Eyeliner. Dit is dus een eyeliner pen. Een zwarte gewoon. Dit is echt zo'n pennetje. Ik wil eigenlijk niet een hele wing gaan maken. Dus ik maak gewoon een zwarte lijn op mijn wimperrand en that's it. Wauw, deze pen is echt super, super dun. Je kunt echt zo heel secuur werken. I love it. Hij is ook gewoon lekker zwart. En dan heb ik hier ook nog de Messauda Lash Infinity Mascara. Dit is echt een grote mascara. De verpakking is echt groot. En dit is de borstel. De borstel is ook echt heel groot. Kijk even dit, jongens. Dit is echt de meest grote mascara borstel die ik hier heb in mijn collectie. Ik moet wel zeggen, ik hoef echt geen nieuwe mascara's meer. Het loopt een beetje uit de hand, mijn mascara collectie. Ik ga deze mascara gewoon even proberen. Oké, best wel een fijne mascara. Hij geeft vooral heel veel volume. Dus als je op zoek bent naar een goede volume mascara, dan ga je hem waarschijnlijk heel fijn vinden. Het kan wel een beetje een klonterig effect creëren. Een klein beetje, maar ik persoonlijk vind dat nooit echt een issue. Maar als jij daar echt niet van houdt, dan gaat deze mascara weer helemaal niks zijn voor jou. Dus het hangt een beetje af van jouw persoonlijke voorkeur. Als nep wimpers gebruik ik mijn Tati TL4 lashes en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. We gaan beginnen aan mijn gezicht. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Daarvoor gebruik ik deze Elf Putty Primer. Ik gebruik dus geen nieuwe primer van Messauda, omdat ik dus een nieuwe foundation van hun ga testen. En ik dan niet ook een nieuwe primer wil proberen, omdat ik dan niet weet welk product nou precies wat doet. Dus ik gebruik gewoon een primer die ik ken en gewoon fijn vind. Dan heb ik hier de Radiant Skin Foundation van Messauda. Ze hadden een aantal foundations, maar wanneer ik zie staan Radiant Skin, dan wordt mijn normale tot droge huid altijd heel erg blij. Ik heb de kleur 305 beige. Ze hadden maar 6 kleuren en dit was de op 1 na donkerste. Messauda heeft wel meerdere kleuren, maar op de Douglas website hebben ze er maar 6 helaas. En dit was dus de 1 na donkerste. Ik weet niet of hij goed gaat zijn voor mijn huid. Hij lijkt een beetje iets te licht, maar ik ga het toch gewoon proberen. De donkerste kleur heette Amber. En Amber heeft vaak een beetje een rozige ondertoon, dus dat zou niet gaan matchen met mijn gele ondertoon en beige wel. Dus vandaar dat ik voor die ben gaan. Deze foundation wordt op de website beschreven als een natuurlijke glanzende foundation. Dus ik ga ervan uit dat je niet heel veel dekking gaat hebben. Er staat wel dat je eerst moet schudden. We krijgen 30 milliliter. Is gewoon een normale hoeveelheid. Ik breng me aan met mijn Real Techniques spons. Laat de kleur alsjeblieft een beetje matchen met mijn huidskleur. Ik denk dat hij een tikkietje te licht is. Ja, maar het is maar echt een tikkie, dus het kan op zich wel. Dit pluk haar zit nou hier een beetje in de weg. Nou kan ik daar niet echt bij mijn voorhoofd, oh my god. Ja, hij is wel echt iets te licht hoor. Kijk het verschil met mijn nek. Maar ja, whatever. Gelukkig is het niet heel extreem, dus ik kan hier wel mee werken. Gewoon lekker veel bronzen en zo. Het is inderdaad echt een natuurlijke glanzende foundation. Precies zoals je op de website ook wordt beschreven. Het is een beetje een lichte tot medium dekking en je ziet ook helemaal die glans. Zie je die glans op je gezicht? Ik persoonlijk vind dat altijd echt fantastisch. Ik hou van zo'n mooie jeugdige glans op mijn gezicht. Messauda had ook een concealer. Alleen letterlijk elke kleur die ik kon gebruiken was uitverkocht. Dus die heb ik niet kunnen bestellen. Dus ik gebruik gewoon even een concealer van mezelf. Ik gebruik mijn Catrice True Skin Concealer in de kleur Neutral Biscuit 032. Dit is by the way echt een van de mooiste betaalbare concealers. I love it. Dan heb ik van Messauda de Cheek Kiss Cream Blush gekregen. Daar ben ik heel enthousiast over, want ik hou altijd wel van cream blushes. Ik heb de kleur Click 101. En dit is dus zo'n cream blush stick. De kleur lijkt echt prachtig. Kijk deze kleur. Dit is echt een hele mooie blushkleur. Er staat op dat het een multi-use blush stick is met een naturel finish. Dus je kunt het ook voor de lippen gebruiken of zo. Ik ga het gewoon even aanbrengen op mijn lippen. Oeh, lekker creamy. Voor op de lippen is hij ook heel fijn. Heel creamy, I like it. Maar goed, het is een blush, dus zo gaan we hem ook gewoon gebruiken.
Ik ga gewoon een klein beetje hier zo aanbrengen. En dan een beetje zo uitblenden. Ik vind de kleur echt fantastisch. Wow, hij blendt super makkelijk uit. Zagen we even hoe makkelijk dit uitblenden? Ik merk een beetje dat de Messauda gezichtsproducten allemaal een beetje zijn gefocust op de naturel finish. Dus niet al te veel make-up en ook vooral heel veel glans en zo. Dat vind ik op zich wel mooi. Dat is echt allemaal ideaal voor alledaags. Kijk hoe cute dit is. Ik vind het zo schattig. I love it. Het blendt ook echt super makkelijk uit. Ik ben echt obsessed. Messauda heeft ook een losse poeder in 3 verschillende kleuren. Waarvan 2 kleuren niet werken voor mij en 1 kleur wel. En precies die ene kleur was ook weer uitverkocht. Dus ik heb ook helaas hun losse poeder niet. Dus de poeder die ik ga gebruiken is denk ik van Elf. Ik ga de Elf Halo Glow poeder gebruiken. Want dan houdt hij een beetje de glans op mijn gezicht in stand. Mensen, ik ben echt obsessed met hoe mijn gezicht er op dit moment uitziet. I love it. Ik ga niet baken, want ik wil echt de glans op mijn gezicht zo houden. Dus ik breng gewoon een beetje poeder aan op alle plekken waar ik concealer heb zitten. Als jij een vettige huid hebt, dan is dit niet de gezichtsroutine voor jou. Ik ga heel even snel mijn neus contouren met deze kleur. Dit is een Revolution paletje. En dan ga ik een beetje mijn Max & More Fixing Spray sprayen om mijn gezicht mooi egaal te maken en alles mooi in elkaar te laten blenden. Dan ga ik nu snel mijn ogen afmaken. Ik doe dit paars oogpotloodje in mijn onderste waterlijn. Deze is van NYX Cosmetics, de Epic Wear oogpotloodjes. Deze zijn echt zo gepigmenteerd. I love them. En dit is de kleur Fierce Purple. En dan pak ik weer de paarse kleur uit het paletje voor op de onderste wimperrand. En dan ook weer die mascara voor op de onderste wimpers. Wow, voor de onderste wimpers is deze mascara echt amazing. Hij geeft lekker veel volume en lengte. Oké, ogen zijn eraf. I love it. Heel mooi. Dan heb ik hier ook de Messauda Sunrise Bronzer. Dit is de kleur Brocade of zoiets. 303. Ik heb de kleur gezien. Ik weet niet of hij heel geschikt gaat zijn voor mij. Dit is de verpakking. Gewoon zo'n zwarte Messauda verpakking. En dit is de kleur. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik ga het toch gewoon proberen. Hij oogt een beetje donker. Maar misschien als ik gewoon niet te veel aanbreng. Dat het toch gaat werken. Ik hoop niet dat dit nou het product gaat zijn dat mijn hele gezicht verpest. Op de Douglas website heb je deze bronzer in 6 kleuren. En dit is de op 2 na lichtste kleur. Dus ze gaan best wel donker qua bronzers. Dus dat is wel ideaal. De kwast die ik gebruik is van Butcher Shop UP02. Ik ben zo bang jongens. Oh my god. Ik pak gewoon een klein beetje. Oké, ik denk dat dit wel werkt. Soort van. Oké, het is niet echt de perfecte kleur voor mij, maar het kan in ieder geval er gewoon wel mee door. Ik ben nou lekker gebronsd. Oh, die blush jongens, ik ben nog steeds obsessed. I love it. En dan heb ik hier ook nog de Spotlight Highlighter. Deze heb ik in de kleur Aurora 203. Ook van deze highlighter hebben ze 6 kleuren en dit is ook weer de op 2 na lichtste kleur. Ik heb al een highlighter van hun en dat is deze van hun Gold Christmas collectie. En deze was ook echt prachtig. Dit is een hele mooie everyday highlighter. Niet heel heftig, gewoon echt ideaal. Voor everyday. Dus ik hoop stiekem dat deze een beetje de wat meer heftigere versie gaat zijn. Dit is dan hoe die eruit ziet met een mooie spiegel. De verpakking is weer echt top. De kleur ziet er ook wel goed uit. Oeh, deze lijkt heftiger te zijn dan die andere. Wauw, de kleur lijkt echt heel mooi. Ik persoonlijk zou zijn gegaan voor de kleur Beamy. Want die is iets meer goud. Dus als ik had gekozen en hem had besteld, dan was ik voor Beamy gegaan. Maar deze kleur lijkt ook oké. Ja, heftig. Oh mijn god, er komt gelijk heel veel vanaf. Wat is dit mooi. Ik ben dus echt een beetje in shock. Want die van hun kerstcollectie was echt helemaal niet heftig. Je zou denken dat juist met kerst, met de feestdagen, ze gaan voor heftig. Dus als je een meer everyday highlighter zoekt, ik weet niet of die nog te koop is. Maar dan is de kerstcollectie geschikt voor jou. Maar dit is echt prachtig. Dit is echt heftig en I love it. Wauw, het blendt ook heel mooi in de huid. Het is niet alsof het zo poederig op je huid ligt. Het blendt echt in de huid. Ik ben hier echt heel blij mee. Oh my god, deze video gaat zo goed. Dan breng ik ook een beetje zo aan hier op mijn neus. Niet te veel, want hij is echt super heftig. En op mijn neus kan ik af en toe een beetje overdrijven. En ik breng ook een beetje aan hier zo in de binnenste ooghoek. Want daar had ik nog niks gedaan. Dit doe ik echt altijd. Het laatste product is voor de lippen. Dit is de Messauda Extreme Velvet Liquid Matte Lipstick. Deze heb ik ontvangen in de kleur She's a Lady 207. Dit is wel een felle kleur. Ik sta versteld. Normaal sturen merken geen felle kleuren op. Ze gaan altijd meer
voor safe. Maar Miss Sauda dacht, ik ga gewoon voor fel rood. Ik had ook de twee lipsticks ontvangen van hun kerstcollectie. En deze waren ook echt amazing. Deze rode kleur en deze nude kleur. Vooral deze nude heb ik echt al vaak gebruikt. I love it. Echt fantastisch. Dus ik hoop dat de liquid matte ook goed gaat zijn. Ook al matcht die totaal niet met de look. Oh, de camera is een beetje verschoven. Mijn achtergrond is exposed. Oké, we're back. Ik ga de lipstick wel aanbrengen, maar ik denk niet dat ik hem ga ophouden. Want het matcht gewoon niet met de look. Wauw, oh my god. Dit is echt een prachtige rood. Het droogt ook echt super snel op. Ik heb helemaal niet lang hoeven wachten tot het opdroogt of zo. Het droogt echt heel snel op. Het droogt helemaal mat op. Het is echt gewoon zo'n cliché mat liquid lipstick zoals je gewend bent. Kijk dan. Ik vind het echt prachtig. Ondanks dat het echt totaal niet staat met deze ooglook, vind ik het wel echt wauw. Ik hou altijd van rode lippen. Ik draag echt zo vaak rode lippen. Deze ga ik zeker gebruiken. Dit is echt prachtig. Het is echt een cliché rode liquid lipstick. Ik heb hele droge lippen en het trekt totaal niet aan mijn lippen. Het is helemaal niet uitdrogend. Oh my god, I love it guys. En het maakt mijn tanden witter. Nou jongens, ik heb de rode lipstick eraf gehaald, want het matcht echt niet met de ooglook. Maar ik ga gewoon weer deze blush aanbrengen, want dit is gewoon een mooie nude. Ik heb geen fixing spray van Miss Sauda, dus ik gebruik mijn Pixi Glow Mist en dan zijn we klaar. Nou mensen, ik ben echt in shock. Er zit gewoon volgens mij vandaag niks bij wat ik echt slecht vind. Er gaan nou weer een aantal mensen zijn die mij niet lang volgen of helemaal niet kennen. Die gaan weer zeggen, ja, je vindt gewoon alles goed omdat je het in PR hebt gekregen. Jongens, ik krijg zo vaak dingen in PR en ik vind zo vaak dingen gewoon super slecht. En dan zeg ik dat ook gewoon. Dus het heeft verder nooit iets te maken met of ik het in PR krijg of niet. Want ook al vind ik het slecht, dan krijg ik het alsnog in PR. Dus dat verandert niks. Ik ben hier echt gewoon om mijn mening te geven aan jullie. En jullie zijn mijn number one priority. Dus jullie zijn het belangrijkste voor mij. En ik ben altijd gewoon eerlijk in wat ik vind. En ik zeg jullie, dit merk, ook hun kerstcollectie was echt fantastisch. En dit is ook weer fantastisch. Je kunt het ook gewoon zien werken op mijn huid. Kijk even hoe mooi dit is. Het enige wat ik iets minder vond was de bronzer. En dat was echt gewoon puur door de kleur. Het blendde gewoon helemaal goed uit. Uiteindelijk is het gewoon wel oké geworden. Maar ik heb ook bronzers die beter matchen met mijn huidskleur. Voor de rest dit oogschaduwpaletje ook, jongens. Echt, I love it. Als dit kleuren zijn die jou aanspreken en je hebt het geld ervoor, dan raad ik dit paletje zeker aan. De highlighter is echt amazing. Kijk even hoe mooi die glow is. I love it. Deze matte liquid lipstick ook super fijn. Helemaal niet uitdrogend. Deze blush is echt de winnaar van vandaag. I love it. Als je nog een goede cream blush zoekt, ook op mijn lippen vind ik hem gewoon heel fijn. Dit is echt een fantastisch. De mascara is ook echt fantastisch als je volume zoekt. De eyeliner is gewoon oké. Het is niet echt fantastisch, maar ook niet heel slecht. Het is gewoon een oké normale zwarte eyeliner. En deze foundation echt voor een naturel glanzende finish. Als je daarna op zoek bent, dan is die zeker fijn. Ik ga hem ook vandaag de hele dag ophouden. En dan ga ik ook jullie even laten weten hoe die eruit ziet aan het einde van de dag. Of je niet binnen een uur gaat opbreken, want dan zou ik hem niet meer aanraden. Al met al vond ik echt alles vandaag goed. Ik ben echt heel blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. I love the ooglook. I love mijn gezichtsmake-up. Ondanks dat de foundation een tintje te licht was voor mij. Ik ben echt heel enthousiast over alles. Ik ben al met al heel enthousiast over dit hele make-up merk. Het zijn echt goede product. Ik ben er echt heel enthousiast over. Zoals altijd ben ik ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van dit merk, van de make-up, van de make-up look? Let me know beneden in de reacties. Als jij ook al iets hebt getest van dit merk, laat ons ook even weten wat jij ervan vindt. Nou, zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!